acterende artiesten als Tupac en David Bowie tot films als Dirty Dancing vol popliedjes. In filmmuseum I Amsterdam is deze hele maand een reeks popfilms te zien. En regisseur Martin Koolhoven kent de meeste van die films en heeft zelfs ook wel vaker popliedjes in zijn films gebruikt. Ja, klopt. Piep jong, Carice. 21 jaar geleden. Oh man, wat ben ik oud. Ja. Oh. Ja. Super, zo leuk om te zien. Ja. En Jimi Hendrix in de film. Ja. Moeilijk om dat erin te krijgen? Nou, dit was voor televisie en dan is het niet zo heel moeilijk. Maar als je dit voor de bioscoop wil doen, dan moet je dus allemaal achteraan waar die rechten zijn en dan is het ook heel duur. Wat wel leidde tot dat bij deze film Suzy Q, ze wilde op een gegeven moment wilde ze hem in Frankrijk in de bioscoop uitbrengen. En dat kon dan dus niet. Dat is dan een consequentie geweest. Mag alleen op televisie vertoond worden. Wat kan een goed liedje doen met een film? Oh ja, het is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor soort film je maakt. Maar als je nou iemand als Tarantino bijvoorbeeld neemt. Ja, die leeft erop, joh. Ik bedoel, die bedenkt scènes op basis van nummers. En zeker in het begin van zijn carrière. Bijvoorbeeld hier Reservoir Dogs die we daar zien. Dat schreef hij al in het scenario, schreef hij al wat hij daar wilde gebruiken. Al zijn favoriete nummers van vroeger heeft hij gebruikt. Nou ja, wat dan bijvoorbeeld heel leuk is, is dat een nummer, wat een Nederlands nummer is, dat ik gewoon heb moeten leren kennen eigenlijk. Want dat is ook van voor mijn tijd, zo ben ik maar nou ook weer niet. Hè? Dat is George Baker en dat is de opening van Reservoir Dogs. Gewoon een Nederlands nummer. Even luisteren. Ja, leg er even iets anders onder. En dan is het toch echt wel gewoon een stuk minder stoere opening, toch? Ja. Maar behalve dat, wil jij nou ook echt zeggen dat je eigenlijk dit liedje hebt leren kennen door deze film? Nou, ik zal het misschien wel eens gehoord hebben, maar door deze film was het zo, god, dit is echt een heel erg goed nummer. De revival van George Baker uit Volendam. George Baker, ja. Ik heb voor nodig om te horen hoe goed dat is. Ja. Je hebt natuurlijk veel meer meegenomen. Ook heel beroemd, Easy Rider. Ja. Misschien wel de allereerste film waarin popmuziek. Nou, nee, dus er is wel eerder pop, maar dit was echt op een niveau dat gewoon dit was echt een hele soundtrack van allemaal bekende nummers. En sowieso is die film dat is een scharnierpunt. Dat heeft Hollywood totaal veranderd. Want het was een film die ze voor 3 knikkers gemaakt hebben. En ja, dat was zo succesvol. En helemaal vol met nummers. Ook dat die oude mensen allemaal zeggen, ja, als je zoveel nummers gaat gebruiken, dat kan niet goed zijn. Ja, wel dus. Ja. Zullen we kijken? Ja. Toevallig of hier eerst dit liedje bij. Nee, dit nummer bestond al. Dit hebben ze gewoon gebruikt. Ja, en als je dit nu ziet, is het zo'n cliché. Je kan gewoon, als nu nog iemand durft om iemand op een motor te zetten en Born to be Wild op te zetten, denk ik, kom op, weet je wel. Maar dit is gewoon, hij deed dat gewoon voor het eerst, Dennis Hopper. Dus dat is onwaarschijnlijk origineel was dat toen. Ja. Wat vindt favoriet van jou is de film Drive? Drive is een van de beste films van deze eeuw, ja, vind ik. Iemand aan tafel Drive of buiten de tafel Drive gezien? Kijk, dan moet je ons... Jongens, wat doe ik hier? Kijk. Ik ga weg. Nee, nu moet je het echt... Oké, ik ga nu laten zien. Drive is een geweldige film. Echt een geweldige film. En waarom ik hem wil laten zien... Welk jaar? In dit kader. God, wanneer was het? Ja, gaan we zo doen. Dat we een idee hebben. Oh man, wanneer was het ook alweer? Ongeveer. 11 volgens mij. Volgens mij was het 2011. Oké, dan weten we een beetje... Klopt dat? Dat is een staak, want ik ga vannacht niet kunnen slapen. 2011. Ga door, neem ons mee. Goed. En wat er zo heel goed aan is, het was een nummer wat ik niet kende, wat gebruikt werd. Tick of the Clock heet het. En hij gebruikt het hier. Als je dat luistert, denk je, dat is gewoon filmmuziek. Maar ze hebben het zo versneden en zo gedaan. Nou, moet je laat lopen. Het is in het begin van het zet. Hij zit in die auto en ze zijn bezig met een overval. En wat je dit is gewoon een nummer wat je hoort. Ah.
Dit is onderdeel van een nummer. Nou, dit is het nummer wat ze gewoon echt helemaal gewoon uit elkaar getrokken hebben en gewoon gebruikt hebben als score. En als je dit langer luistert, dan hoor je ook echt wel dat het dit nummer is. Maar ze gaan erin en eruit en het is zo spannend. Je hebt hier echt de hele tijd het idee van, er gaat iets gebeuren, weet je wel. Gaan ze het redden? Ja, maar als kijker heb je geen idee om welk liedje het gaat. Nee. Ja. Ik wil even naar een film die ook te zien is in I Amsterdam. Dus Pat Garrett en Billy the Kid, 1973. Ja, dan moet je ons ook even vertellen wat daar zo bijzonder aan is. Nou, behalve dat het een klassieker is. Nou, het is een film. Eigenlijk kan ik daar gewoon een hele avond over praten. Ik vind het een geweldige film. Ja. Maar die film, toen die uitkwam, was die verneukt door de studio. Mag ik het zeggen? Ik heb het al gezegd. En die hebben ze dus versneden. Nou, in 1988 vonden ze toen een versie waar voor vlak voordat Peckinpah, de regisseur, er afgesodemieterd werd. En die heeft toen TNT, Turner, die hebben hem toen uitgebracht. En jaren daarna heeft toen de editor gezegd, ja, maar die was ook niet af. Er moet er weer allerlei dingen aan veranderen. En ik wil eigenlijk één stuk laten zien, want de grote discussie waar het dan steeds over gaat is, wat is nou het beste? Is het nou die versie van Peckinpah of is het die versie van die editor later? Want het nummer wat we nu gaan horen, dat is Bob Dylan's Knocking on Heaven's Door. Die speelt ook een rol in die film. Dit nummer is ook geschreven voor deze film. Het gaat ook over... En er zit op een gegeven moment zit er een moment. Het is een hele gewelddadige film. En op een gegeven moment, dat is echt Peckinpah. Het stond niet in het scenario. Dat heeft hij gewoon geïmproviseerd op de set. Dus gaat Slim Pickens, dat is een bijrolacteur, en die sterft. En dat is echt een heel erg mooi moment. En dan zit dus het nummer Knocking on Heaven's Door. Maar in de originele, in de versie van Peckinpah hoor je dus niet de zang. Maar hebben ze alleen de muziek gebruikt. Nou, die gaan we eerst even luisteren. Oké. Okay. Ik vind dit dus, je ziet nu maar een klein stukje, de aanleiding toe zit. Ik vind het een van de beste sterfscènes die ooit gefilmd zijn. Ja. Niet in het script, hoe geniaal ben je dan? En dan heb je dus de nieuwe versie, want de editor die redeneerde van, maar hij gebruikt de tekst niet. Ja, nou, maar alleen maar een beetje. Ik ben benieuwd of jullie dit beter vinden of minder goed vinden. Jullie mening. It's getting dark, too dark to see. Ja, ik weet het wel. I feel I'm knocking up on heaven's door. Even heel snel een rondje tafel, wat is beter? Met zang of zonder zang? Wanneer komt het beter binnen? Maurice? Nou, omdat het liedje zo mooi is, dan het liedje. Maar ik denk dat het eerste eigenlijk meer binnenkwam. Ik vind de eerste namelijk beter, ja. Ja? Vind ik ook. Omdat je dan zelf de muziek, de woorden erbij denkt. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon te letterlijk worden. En dat vind ik namelijk in popmuziek vaak, als je de tekst erbij hebt en het gaat gewoon letterlijk over wat je ziet. Ja, dat is te dubbel. Dat vind ik het. Maar wat vind jij? Ja, ik vind gewoon het liedje zo mooi. Ja, dus op het moment als je de tekst hoort en je maar ziet het mooi is omdat je dat nummer kent en die andere, je hoort het gewoon. Ja, precies. Je hoort het in je hoofd. Ja. Ja. Okay. Nou, jij kan een hele avond hiermee mee vullen. Deze draait dus ook in AI 14 september. Ja, ja. En het popmuziekprogramma in AI draait nog de hele maand. Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zit hier Carrie en Charles. We danken al onze gasten. Bedankt u voor het kijken. Tot morgen. Dag.